Precies een jaar geleden begon ik hier mijn inbreng over Amal uit Jemen. Een heldin die opkomt voor de rechten van vrouwen en meisjes die net zoals zij als kind werden uitgehuwelijkd. De situatie in haar land is er sindsdien niet bepaald beter op geworden. 18 miljoen mensen, meer dan wij hier in heel Nederland, hebben nu acuut hulp nodig, onder wie heel veel vrouwen en kinderen. En ook elders staat de menselijke waardigheid ernstig op het spel. In Myanmar, in Venezuela, in Congo, Burundi, Zuid-Soedan. De lijst gaat maar door. Steeds meer mensen op de vlucht. De ongelijkheid wereldwijd en binnen landen groeit, terwijl de ruimte voor activisten krimpt. Zeker zijn van een eerlijke wereld, waarin we streven naar eerlijke kansen voor iedereen om iets van haar of zijn leven te maken. En waar we gezamenlijk opkomen voor de meest kwetsbaren. Daarvoor is nog een hele lange weg te gaan. Maar het kan. Het kan als we de winsten van grote bedrijven eerlijk over de hele productieketen verdelen. Als we investeren in voedselzekerheid, in onderwijs, in vrede en in veiligheid. Als we investeren in vrouwen en meisjes en als vakbondsleiders, mensenrechtenverdedigers en milieuactivisten hun stem kunnen laten horen. Wereldwijd staan juist zij steeds vaker en verder onder druk. Hun vrijheid en ruimte worden ingeperkt door repressieve regimes en meedogenloze multinationals die zich niet geremd zien door wet en regelgeving. Zelfs tot de dood erop volgt. Vorig jaar stierven honderden mensenrechtenactivisten, milieuactivisten, vrouwenrechtenstrijders en andere helden en heldinnen die zich de mond niet lieten snoeren. Zij verdienen onze steun. Van Burundi tot Bangladesh, te vaak is de rol van de EU reactief als activisten in de knel komen. Eerder zei de minister toen, naar aanleiding van mijn aangehouden motie, om de mogelijkheden te onderzoeken van een Europees waarschuwingssysteem, waarmee de EU sneller kan ingrijpen als activisten onder druk worden gezet. Kan de minister aangeven hoe het daar inmiddels mee staat? Voorzitter, volgend jaar wordt het programma Samenspraak Tegenspraak geëvalueerd. De betrokken organisaties hebben de afgelopen jaren veel tijd gestoken in het bouwen aan vertrouwen. Wij vragen de minister bij het uitwerken van het nieuwe kader deze organisaties de ruimte te geven om samen met hun partners te kunnen voortbouwen op dit belangrijke werk. Ook wil ik hier nogmaals het belang benadrukken dat ook kleine, lokale organisaties toegang hebben tot financiering. Zeker voor organisaties die gemarginaliseerde groepen vertegenwoordigen. Zoals LHBTI's, mensen met een beperking of migranten, is dat lang niet altijd vanzelfsprekend. In dit licht vraag ik de minister om hier ook bij de uitfaserende focuslanden, zoals bijvoorbeeld Indonesië, Benin en Oeganda, waar het maatschappelijk middenveld ook onder druk staat, extra aandacht voor te hebben. Voorzitter, handel wordt vanavond en op andere momenten in dit huis veelvuldig geroemd als motor van ontwikkeling. Maar in de praktijk heeft het ook vaak een negatieve impact op mensen en milieu. Als de tegenkrachten in het land onder druk staan, dan moeten bedrijven die daar actief zijn wat ons betreft een extra stap zetten. We willen meer aandacht voor het maatschappelijk middenveld bij ambassades en beter inzicht in wat we precies verwachten van een bedrijf dat opereert in een land waar geen vakbondsvrijheid bestaat. Ik heb daarom op dit punt samen met Denk en GroenLinks een amendement ingediend ter versterking van onze IMVO-diplomatie. Want we zien regelmatig dat met name grote multinationals lokale regelgeving zonder pardon aan hun laars lappen. En corrupte en zwakke overheden laten dit soms gewoon gebeuren. En de EU doet dan te weinig om deze bedrijven ter verantwoording te roepen. En tegelijkertijd zien we nog te vaak dat wat we met de ene hand geven, we met de andere hand wegnemen. Hulp en handel moeten veel duidelijker aan elkaar gekoppeld worden om echt effectief te zijn. Gelukkig zijn er bedrijven die laten zien hoe het ook kan. Een aantal koplopers binnen de convenanten vraagt zelfs expliciet om een eerlijker speelveld voor een eerlijker wereld. Maar er zijn te veel achterblijvers die niet mee willen doen. En voor hen geldt wat ons betreft, waar geen wil is, is een wet. Daarom vroeg de aangenomen motie van den Hul-Dix om een bindend mechanisme in handelsverdragen ten aanzien van duurzaamheidshoofdstukken. Want alleen dan, met een betere bescherming van arbeid en milieu, kunnen we zeker zijn van eerlijke handel. Kan de minister aangeven wat de voortgang daarvan is? Voorzitter, de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn al eerder genoemd vanavond en zijn een belangrijke stip aan onze horizon. En met deze minister als coördinerend bewindspersoon zijn die doelen wat ons betreft in goede handen.
Maar we zien ook dat de duurzame ontwikkelingsdoelen niet bij al haar collega's even hoog op de agenda staan. En we kijken daarom uit naar de invoering van de SDG-toets die daar verandering in moet brengen. Want coherentie in beleid is cruciaal als we die doelen willen gaan halen, ook in eigen land. En dat betekent kritisch kijken naar belastingen, naar exportkredietverzekeringen, naar klimaatdoelstellingen. En als adoptiemoeder van SDG 5 voeg ik daar natuurlijk aan toe gendergelijkheid. Vandaag lanceerde ik daarom met collega Dylan Jezukus het Gender Meer Partijen initiatief. Want het gaat pas goed met de wereld als het beter gaat met ons allemaal. Voorzitter, iedereen moet zeker zijn van een dak boven haar of zijn hoofd, van veiligheid, van genoeg eten en drinken, maar ook van onderwijs en zorg. Zeker kwetsbare mensen. Nog nooit waren zoveel mensen ontheemd en afhankelijk van noodhulp. En stilzitten of wegkijken is wat ons betreft geen optie. Nog steeds verkeren veel vluchtelingen in mensonterende omstandigheden in detentiecentra en opvanglocaties. De minister heeft eerder haar afschuw uitgesproken over de situatie in Libië. Zijn de mensen in het betreffende kamp inmiddels in veiligheid gebracht? Dit kabinet investeert veel in opvang in de regio. Hoe gaat het kabinet ervoor zorgen dat die opvang dan ook echt menswaardig is en voldoet aan de eisen van de UNHCR? En is er zicht op waar dat al het geval is en waar er nog tekortkomingen zijn? Voorzitter, vrouwen en meisjes zijn extra kwetsbaar. 1 op de 5 wordt tijdens hun vlucht of in de opvang slachtoffer van seksueel geweld. En seksueel geweld wordt helaas veelvuldig ingezet als oorlogswapen. Gisteren hebben we hier uitgebreid over gesproken met Nobelprijswinnaar Dr. Mukwege. Hij pleitte onder andere voor een fonds voor slachtoffers van seksueel geweld. Wij steunen zijn pleidooi van harte en wij hopen dat de minister dat ook doet. Wij horen graag hoe zij dat ziet. Want juist zij, wiens vertrouwen op zo'n gruwelijke wijze is geschonden, verdienen het om gezien en gehoord te worden. Niet alleen tijdens de 16 dagen tegen geweld tegen vrouwen. Niet alleen als het Binnenhof oranje kleurt. Zij verdienen altijd erkenning en genoegdoening. Dank u wel.